Om het spelletje te spelen heb je een drone nodig, een vliegend robotje. Dus als ik hier druk op take-off en dan gaat hij zelf omhoog. En dan hoef ik verder niks te doen, hè, zoals je ziet. En dan vliegt hij zelf. ESA heeft een app ontwikkeld waarmee je je drone vanaf je mobiele telefoon kunt besturen. Dus je kunt de drone naar voren sturen, naar achter. Op je telefoon bevind je je in een virtuele wereld. Het doel van het spel is om aan te meren bij het internationaal ruimtestation. Net zoals André Kuipers gedaan heeft. Dus ik vlieg nu richting het ISS. Oh, en dan moet ik corrigeren om er goed heen te vliegen. Op je telefoon ziet dat er zo uit. Nou, dat is nog best pittig. Maar ik geloof dat we hem nu gehaald hebben. En dan vraagt hij ons om te landen, om onze score te laten zien. Dat is niet zo fantastisch. Spelers kunnen hun gegevens doorsturen naar ESA, die daarmee onderzoekt hoe robots objecten ontwijken. Als ik een boom zie, dan heb ik al een beetje idee van, nou, die is zo groot, dus als ik hem zo klein zie, dan zal hij wel ver weg zijn of dichtbij. Maar robots weten daar helemaal niks van af. Onderzocht wordt hoe robots dit in de toekomst ook zelf kunnen leren. Dat komt handig van pas bij bijvoorbeeld het verkennen van planeten. En dat ze gewoon zelf kunnen rondlopen of rondvliegen. Ook als het een vreemde planeet is die ver weg is. In Nederland zijn ruim 10.000 mensen in het bezit van een drone. Buiten is het nog niet zo makkelijk. En met 4.000 downloads van dit spel is het experiment nu al een succes te noemen. Ja, als mensen het spel leuk blijven vinden en we gaan ook nog levels toevoegen. Dan denken we zeker dat we genoeg data hebben om dingen te leren die de wetenschap vooruit helpen. Oh, sorry.